Het managementteam ter realisering van de grondenrechten van inheemse en tribale volken in Suriname heeft op dinsdag 30 juli 2019 een consultatiebijeenkomst georganiseerd in de congreshal met overheidsorganen en andere relevante actoren. Tijdens deze bijeenkomst zijn de vertegenwoordigers van de verschillende instanties opgedeeld in werkgroepen. Vandaag zijn we bezig met de overheidsinstantie en andere relevante organisaties in Suriname om te praten over het grondrechtenvraagstuk. We hebben feedback nodig van alle organisaties en input om te komen tot een wetvoorstel die uiteindelijk aan de president moet worden aangeboden. En dan aan de Nationale Assemblée. Dus we hebben input nodig van iedereen, van alle Surinamers, omdat het gaat om een Surinaams belang. Dus we zijn uitgenodigd geworden, zeker voor de consultaties. Het is belangrijk om te weten dat er gebieden zijn in het binnenland waar jij als DC constant met de traditionele gezagdragers in contact staat. En waar er problemen zijn dat er het wordt aangehoord en natuurlijk dat er verwacht wordt natuurlijk vanuit de gemeenschap dat je zeker oplossingen aandraagt. Mijn aanwezigheid hier heeft meer te maken gehad met in elk geval het opnemen van de informatie met betrekking tot de wetsvoorstellen die gemaakt worden. En ook om een bijdrage te leveren op basis van de problemen die aangekaart worden vanuit de gemeenschap. Zodat die ook worden meegenomen bij het concipiëren van zo'n wet. Als we kijken naar al hetgeen dat vandaag besproken is en wat ze van plan zijn, hoe hun programma allemaal eruit ziet. Wat voor bijdrage zou u als DC kunnen leveren? Zeker wel de klachten die naar binnen komen en zal ik aandragen op basis van de presentaties die gehouden worden, insteekjes geven en waar nodig ook met een voorstellen komen. Dus de bijdrage zal van die aard zijn dat wanneer we uiteindelijk komen tot het maken van die wet, dat alle kleine zaken worden meegenomen in het geheel en dat je in elk geval bij toekomstige problemen, dat je daar die wet voor hebt waar je mee kan werken om oplossingen aan te dragen. Komt er een vervolgtraject? We hebben onze laatste meeting met het traditioneel gezag, 16 augustus in Galibi, waarbij we alle 6 stammen van de tribale en alle stammen van de inheemse naartoe brengen om hun feedback te krijgen. En daarna komen we met een wetvoorstel. En dat wetvoorstel gaan we weer circuleren aan iedereen en daarna hebben we weer een vervolgmeeting met iedereen om hun feedback en input over het conceptwetvoorstel te krijgen.